Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. En vandaag heb ik best wel een beetje een speciale video. Maar voordat we deze video gaan beginnen, wil ik jullie vragen om alvast jullie duimpjes omhoog te doen. Want voor deze video heb ik ontzettend veel duimpjes omhoog nodig. Dus doe dat vast even en dan gaan we daarna ga ik uitleggen wat het is. Nou, zoals jullie wellicht al weten is er een verschrikkelijke orkaan geweest, namelijk orkaan Irma. En jullie hebben dit vast wel heel vaak in het nieuws gehoord. En deze orkaan heeft onder andere huis gehouden op het eiland Sint Maarten. En alles is daar verwoest. Het is gewoon compleet plat gegooid door die orkaan. En dat is natuurlijk verschrikkelijk voor die mensen. En gelukkig wordt daar in onder andere Nederland een hele grote actie voor opgezet. Om die mensen daar te helpen om alles weer op te bouwen. Maar dat is niet waar ik deze video voor ga maken. Ik heb namelijk iets anders. Ik ben benaderd door Vera Verbrugge. En zij heeft heel lang gewerkt op een manege op Sint Maarten. En zij heeft mij een bericht gestuurd. Zij is nu zelf weer hier gewoond. Maar dat door die orkaan alles verwoest is daar op die manege. En dat alles gewoon helemaal plat ligt. Dat de paarden loslopen over het eiland. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Want er ligt ontzettend veel rotzooi. Dus ja, dat is gewoon echt verschrikkelijk. En nou is zij in actie gestart om zoveel mogelijk geld op te halen. En ik zou het hieronder ook nog even in de beschrijving plaatsen en hieronder in beeld. Maar zij gaat ook binnenkort naar Sint Maarten toe om te helpen om daar alles weer op te bouwen. Maar ik vind het natuurlijk verschrikkelijk als ook paardenliefhebber dat het daar allemaal verwoest is. En dat die paarden gewoon ronddwalen over het eiland. Wie weet of ze goed in staat zijn of niet. Of hoe ze eruit zien verder. Dus, en of ze genoeg eten kunnen vinden. Want alles is gewoon verwoest. En zelfs de mensen die daar wonen hebben al voedseltekort. Dus hoe moeten die paarden dan dat ooit overleven? En ik vind dat dus echt verschrikkelijk. En daarom dat ik ook zeker bij deze actie wil helpen. En het is de bedoeling om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En zij heeft mij dus benaderd omdat ik ook best wel veel paardenvolgers heb. Om deze actie te doen. En dus aan jullie te vragen om mee te helpen. Om die manege daar weer op te bouwen. Wat ik nu aan jullie wil vragen is of jullie willen helpen. Met zoveel mogelijk geld inzamelen. Om die manege daar weer op te bouwen. En dat kan doordat jullie leuke acties bedenken. Om geld op te halen. Of misschien hebben jullie wel in je familie mensen die geld willen storten. Dus je opa en oma of je vader of je moeder. Maar ik wil jullie dus vragen om deze video ook te delen. Eventueel dat zoveel mogelijk mensen hem te zien krijgen. En dus jullie duimpjes omhoog doen. Dat is dus heel erg belangrijk. En dan hoop ik met z'n allen die manege weer een beetje te kunnen helpen dat ze kunnen opbouwen. Ik ga hieronder in beeld nog een keer de website plaatsen waar je eventueel geld op kan storten. En hij staat natuurlijk ook hieronder in de beschrijving. Maar ze heeft ook een Facebookpagina waar ze allemaal dingetjes bijhoudt. Dus volg die ook eventjes. Die zal ik ook eventjes hier plaatsen welke dat is. En dan wil ik jullie vragen om dus allemaal te helpen om actie te voeren. Om die manege daar weer te kunnen opbouwen. Nou, dit was een beetje een aparte video. Maar ik vond het wel heel erg belangrijk om eventjes te doen. Omdat het natuurlijk verschrikkelijk is voor die paarden daar. En aankomende maandag heb ik gewoon weer een normale video voor jullie. Net zoals altijd. Dan komt er gewoon weer ook een superleuke vlog van mij. En ja, wil jij nou mijn video van een horse event zien? Check dan even deze video. Of wil je nog veel meer video's zien? Check dan even deze afspeellijst. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!